Deventer is trots op Oranje, maar vooral op Bert van Marwijk. Daarom zal op 21 april op de Hoven op de Worp het Bert van Marwijkplein officieel in gebruik worden genomen. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, dat ze een straat of in dit geval een plein naar jou vernoemen. Dus ja, heel bijzonder. Het idee voor het plein is onder de Deventer bevolking geboren, direct na het behalen van de tweede plaats op het WK voetbal. Het plein heeft de vorm van een voetbal en zal een plek krijgen bij de speeltuin op de Hoven. Dit is namelijk de locatie waar Van Marwijk als jongen vele uren spelend en voetballend heeft doorgebracht. Tevens debuteerde de Worpenaar in het seizoen 1970-1971 in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. Het college van BMW steunt het idee om de bondscoach te eren, maar dat moet wel op een wijze gebeuren die past bij zijn jeugd op de Hoven en zijn sportieve prestaties als bondscoach. Zo wordt namelijk de band tussen Van Marwijk en de Hoven levend gehouden. Voor mij hoeft het in principe al die belangstelling niet zo. Maar ja goed, ik ben daar echt opgegroeid. Daar liggen mijn roots. En als dan daar waar je bijna 20 jaar lang elke dag geweest bent, als men dan zo'n pleintje naar jou vernoemt, dan is dat wel een hele eer. Enkele dagen na het drama in Alphen aan de Rijn is bekend geworden dat legaal wapenbezit onderwerp is van onderzoek door de onderzoeksraad. De dader had namelijk een vergunning om 5 wapens in zijn bezit te hebben. Bij het schietdrama afgelopen zaterdag schoot een 24-jarige man om zich heen tussen winkelend publiek. Daarbij doodde hij 6 mensen. Schietverenigingen en wapenhandelaren vrezen maatregelen. Ook in Deventer zit een wapenhandelaar. Palsenberg is hobbymatig actief en verkoopt onder andere wapens, munitie, luchtgeweren en luchtpistolen. Hij vermoedt dat dit het soort kogels is wat in Alphen aan de Rijn is gebruikt en het gebruikte wapen ongeveer dit wapen is. Het is een semi-automatisch wapen, ongeveer gelijk aan het, van het wapen waar het Nederlandse leger op het moment ook in gebruik heeft. Alleen het Nederlandse leger heeft een volautomaat en dit is een semi-automaat. Je kunt dus hier alleen schot voor schot misschieten. Maar wel heel snel achter elkaar. De dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn had psychische problemen, maar dus ook een wapenvergunning. Eigenlijk had het niet moeten gebeuren natuurlijk. En nu, je leest in de krant ook allerlei dingen dat er een psychiatrisch onderzoek moet gebeuren. Maar ja, dan mag je ook elke automobilist wel een psychiatrisch onderzoek laten doen. Want die doen ook de raarste dingen natuurlijk. Maar ja, ik vind is dat in ieder geval een sportschutter zelf de plicht heeft om die dingen te melden. En doet hij dat om een of andere reden niet, dat zijn naasten, zijn familie in ieder geval daar melding maken bij het bureau. En zeggen van nou, er is iets aan de hand, dat kan gevaarlijk zijn, haal hem de wapens op. En dat lijkt me een betere manier dan een psychiatrisch onderzoek voor iedereen die maar een wapen wil aanvragen. Binnen de Deventer gemeentegrenzen zijn schietverenigingen en dus ook mensen die een vergunning hebben om thuis 1 of meer wapens en munitie te hebben. Hoeveel mensen in Deventer hebben hier nu een vuurwapen? Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk ja, misschien een paar honderd. Ja, er zijn er 43.000 schietsportleden in Nederland. Nou, en daar heeft Deventer ook een deel van. Maatregelen om wapenvergunningregels aan te passen moeten komen uit Den Haag. Palsenberg houdt dus in de gaten wat de landelijke politiek gaat doen. Nou ja, dat is moeilijk in te schatten, maar er zullen natuurlijk toch wel weer wat kamervragen komen. En ik denk toch dat de politiek misschien wel genoodzaakt om weer iets te doen. Maar heel veel is natuurlijk gebaseerd op onderbuikgevoelens. En we zien het wel. Ja. Ik ben niet zo pessimistisch dat ik denk dat het einde voor de schietsport is. Dat denk ik niet. Het is voedselbankmaand bij Curves Deventer. De fitnessclub voor vrouwen doet mee aan de wereldwijde actie waarbij miljoenen Curves-leden in zo'n 90 landen voedsel inzamelen. Van 1 tot en met 16 april kunnen mensen zelfs gratis lid worden als ze een tas met lang houdbare levensmiddelen inleveren. Dit doen zij niet alleen om meer mensen aan het sporten te krijgen, maar vooral om de voedselbanken bij hun initiatief te ondersteunen. En dat komt ook omdat 25% meer mensen dan vorig jaar afhankelijk zijn van de voedselbank. Dus het is eigenlijk best wel een hoog percentage wat gewoon afhankelijk is van de voedselbank. En ze zijn blij met elk initiatief.
En wij proberen ook andere bedrijven nu te motiveren om een soort gelijke actie op te gaan zetten. En om het stokje van ons over te nemen, in ieder geval voor de rest van het jaar. Curve Deventer hoopt veel tassen binnen te krijgen. Vorig jaar konden ze bijna 380 kilo overhandigen aan de voedselbank, maar dit jaar willen ze 1000 kilo inleveren. Alle tassen die binnenkomen, ook van niet-leden, zijn welkom. Veel leden hebben zich dan ook al voor de actie ingezet. Gewoon omdat die mensen hebben het nodig en ja, wij kunnen het ze zo geven. Dus dan, ja. Voedselbank Deventer heeft in totaal 3 keursvestigingen die voedsel voor ze inzamelen, namelijk Twello, Raalte en Deventer. De voedselbank is dan ook blij met het initiatief en hoopt op een mooi resultaat. Keurs Deventer sluit zich hierbij aan. Nou, we hopen dus aan het einde van de maand genoeg voedsel te hebben om te kunnen doneren aan de voedselbank in Deventer. Zodat er gewoon heel veel gezinnen in Deventer weer geholpen kunnen worden. Dat is eigenlijk ons doel. En ja, we hopen natuurlijk ook dat de voedselbank landelijk gewoon in alle plaatsen genoeg voedsel ophaalt om weer heel veel mensen daarmee te helpen. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.